Bij Nieuwegein maakten meer dan 200 medewerkers zich vanmorgen op voor de grootste dijkinspectie sinds 1995. De dijken in het midden van het land worden de hele dag gecontroleerd. Voor de provincie Utrecht betekent dat de 55 kilometer van de Lekdijk wordt nagelopen. Waterschappen, Defensie en Rijkswaterstaat werken samen in de oefening. Ja, wij gaan bijvoorbeeld ook kijken van als wij zelf als waterschappen de dijk niet meer kunnen garanderen, of we dan met groot materieel van Defensie sneller kunnen ingrijpen. En wij oefenen ook de samenwerking eigenlijk tussen de mensen buiten, onze professionals, maar ook bewoners uit het gebied die getraind zijn. Die zien scheuren en hoe groot is die scheur en of mensen op kantoor dat dan goed interpreteren. Dus dat zijn allerlei dingen waar we oefenen en op letten. In Utrecht wordt er vooral gekeken hoe er gehandeld moet worden bij extreem hoog water. Het dijkleger struint de dijk af op zoek naar zwakke plekken. Tot 8 uur vanavond lopen ze op de Lekdijk. Het conflict tussen zorgorganisatie Axion Continu en medewerkers van de Schutse in Lopik is nog niet opgelost. De medewerkers voeren actie omdat ze een extra collega willen in de nachtdienst. Nu moet één iemand 's nachts voor 60 bewoners zorgen. Gisteravond zou er na dagen actievoeren gepraat worden tussen medewerkers, de zorgorganisatie en vakbond FNV. Maar dat gesprek ging niet door omdat er ruzie was over de plek van het gesprek. Tot onvrede van Axion Continu. Waarom is dat dan ineens een probleem voor het FNV om op de locatie te spreken met elkaar? Gewoon normaal in een ruimte waar je met elkaar aan tafel kunt zitten om op de inhoud in te gaan. En dat doe je niet op straat, in een tent, in het donker. Dat is toch een rare manier van met elkaar in gesprek gaan. De vakbond zegt op zijn beurt dat de zorgorganisatie zich nergens mee bemoeit. Hoe het nu verder moet, is nog niet bekend. Ouderen hebben vaak moeite om hun medicijnen in te nemen. Ze krijgen dit soort verpakkingen niet open. Het lukt niet om een pil uit de strip te drukken of om doormidden te breken. Sommigen zijn zelfs afhankelijk van anderen. Dat zegt een onderzoekster van de Universiteit Utrecht. Het openen van potjes of het uit de strip drukken van pillen, dat gaat soms erg moeizaam en soms breken tabletten daarbij. Maar ook bijvoorbeeld met het slikken van grote pillen. Volgens haar investeren farmaceutische bedrijven wel in betere medicijnen, maar niet in goede verpakkingen. De BOVAG-garantie houdt op te bestaan. Nu kun je de garantie nog afsluiten bij het kopen van een auto. Maar de Nederlandse bank vindt dat het een verkapte verzekering is. En bedrijven die verzekeringen verkopen moeten aan allerlei eisen voldoen. En dat doen de garages niet, dat schrijft het Financieel Dagblad vandaag. Volgens de krant is de klap hard aangekomen bij de BOVAG in Bunnik. Want die garantie is een van de belangrijkste redenen voor garages om zich aan te sluiten bij de BOVAG. Een nieuw spookhuis opent vandaag in The Wall in Utrecht. Halloween Nightmares is naar eigen zeggen het grootste griezelhuis van de Benelux. De route duurt zo'n 40 minuten en is voor iedereen. Wij willen graag iedereen die 16 jaar en ouder is binnen hebben. Daaronder moeten ze onder begeleiding. En wat mij heel erg verbaast is dat iedereen het gaaf vindt. Van advocaat tot putjeschepper, maakt allemaal niet uit. Iedereen vindt dit een zwarte kant, denk ik, een spannend iets. De opening vanavond is voor genodigden en vanaf vrijdag kan iedereen griezelen. En de wereldberoemde DJ, componist en producer Junkie XL is in Utrecht voor een masterclass. Hij geeft vanmiddag les op het Nederlands Filmfestival. Het kostte wel wat moeite om de DJ vast te leggen, maar het festival is blij dat het is gelukt. Hij behoort tot de top van de filmmuziekcomponisten van de wereld. En hij gaat in een aantal uur, 3 uur, toch een krap tijdsbestek. Maar gaat hij de fijne kneepjes van het filmcomponeren met de zaal delen. Met iedereen die daar interesse in heeft. Vanmiddag om 2:30 is de masterclass in de stad Schouwburg. Het weer dan nog tot slot. Het klaart op en de zon laat zich nog even zien. Het wordt 20 graden. Vanavond en vannacht verschijnt er meer bewolking. En dan koelt het af tot een graad of 12. Tot zover. Dit was uw nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.